iets te vertellen. En mocht je het nou leuk vinden om iets te delen op social media over deze lezing van mij en van Dennis dadelijk, doe dat dan even met de hashtags Plan B en PVDD erbij. Want alle buzz die we kunnen creëren in deze campagnetijd is natuurlijk mooi meegenomen. Alright, wat ik ga vertellen. Ik ga eerst kort iets over mezelf vertellen. En dan waarom ik nou specifiek het konijn als rode draad in mijn presentatie gebruik. Want dat is niet alleen maar zo omdat ik konijnen heel erg leuk vind. Ik ga ook wat vertellen over de inzet en de successen van de Partij voor de Dieren op het vlak van konijnen tot dusver. En dan ga ik over naar het verkiezingsprogramma Plan B voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dan specifiek dierenrechten in dat verkiezingsprogramma. Ik ga als laatste nog even de link leggen naar de huidige de coronasituatie waar we in zitten, de pandemie. Hoe dat in verband staat met konijnen, dat ga ik je zo vertellen. Dus nog even geduld. Oké, ik heb een soort van cv van mezelf gemaakt. Daar links zie je dat. Helemaal aan de hand van konijnen. Want ja, niemand anders is daar ooit in geïnteresseerd. Als ik ergens op sollicitatie ga, dan willen ze dat niet horen. Maar voor hoe ik actief ben geworden in de Partij voor de Dieren is dat wel degelijk relevant. Want ik heb ooit in 2012 konijnen geadopteerd. En eigenlijk, ik kwam in zo'n konijnenopvang. Ik zag hoe vol het daar zat met allerlei dieren. En ik dacht, daar wil ik gaan helpen. Dus ik ben daar vrijwilliger geworden. Toen ik daar een tijdje aan het vrijwilligen was en inmiddels al 6 konijnen had geadopteerd, toen dacht ik, misschien is het tijd dat ik iets ga doen waar ik iets beter mee om kan gaan. En dat ik niet al die konijnen zelf wil redden. Dus toen ben ik me gaan richten op het geven van voorlichting. Zodat ik mensen er ook over kon informeren wat er nodig is om een konijn een goed leven te bieden. In de hoop dat er dus minder konijnen in die opvangen terechtkomen. En dat heb ik gedaan bij Stichting Konijnenbelangen. Ik heb ook een opleiding tot konijnendeskundige gevolgd aan de Martin Gauws Academie. En ik heb 5 jaar lang voor Stichting Konijnenbelangen de Avond voor Konijnen georganiseerd. En dat was een soort van congres wat bedoeld was om mensen die ofwel gewoon liefhebber zijn van konijnen ofwel zelf werken in een konijnenopvang, om die te voorzien van informatie, zowel op medisch gebied, juridisch gebied, eigenlijk van alles, zodat ze die kennis ook kunnen toepassen en verspreiden en zodat ze ook een netwerk kunnen opbouwen met elkaar. Vanwege corona kon die avond er vorig jaar en dit jaar helaas niet zijn, maar ik hoop dat deze avond ook een beetje als een alternatief mag dienen voor de mensen die daar normaal bij zouden zijn en nu hier aanwezig zijn. In 2019 ben ik richting de politiek gegaan, want ik bedacht me toch dat, of nou ja, ik ben al eerder richting de politiek gegaan, maar in 2019 ben ik ook echt verkozen. En ik heb die keuze voor de politiek gemaakt, omdat ik dacht dat dat de manier was voor mij om het meeste te betekenen voor de dieren. En daarom ben ik dus nu ook actief als fractievoorzitter in Waterschap Brabantse Delta. En sta ik ook op de kieslijst voor de Tweede Kamer. Oké, naar het konijn. Waarom het konijn als rode draad in mijn verhaal? De reden daarvoor is eigenlijk dat er geen enkele andere diersoort is die zo goed te gebruiken is als voorbeeld voor allerlei dingen die mensen met dieren doen, waar gewoon veel leed bij komt kijken. En dat komt waarschijnlijk omdat het konijn heel zacht is, heel schattig. Blijkbaar is het vlees erg smakelijk. Daar heb ik geen ervaring mee. En zo zijn er nog wel een aantal redenen waarom specifiek dat konijn steeds slachtoffer wordt. Ik heb hier een paar afbeeldingen met voorbeelden daarvan. Dus dan zie je een konijn in de veehouderij. Een konijn dat als proefdier wordt gebruikt. Een konijn wat veel te lange oren heeft en dus op extreme uiterlijke kenmerken is gefokt. Etcetera. Dus vandaar het konijn als rode draad. Gewoon omdat je niet veel dieren hebt waar al die dingen zo in samen. Ik heb daar ook een paar aantallen bij, hoe dat nou in Nederland zit, over hoeveel konijnen het gaat. En dan heb ik het dus nog niet over de vele andere diersoorten die ook gebruikt worden in de verschillende industrieën. Maar ik licht even nu het konijn eruit. In 2020 werden er meer dan 500.000 konijnen als huisdier gehouden in Nederland.
En qua konijnen die voor hun vlees worden gehouden, waren dat er in 2019 360.000. Nou, je ziet over de afgelopen jaren dat dat aantal groeit, terwijl het aantal houderijen waarin die dieren worden gehouden juist daalt. Dus dat wil ook zeggen dat die dingen, die konijnenfarms steeds groter worden. Dus steeds meer dieren en dus ook waarschijnlijk minder aandacht voor dat dier en minder op het dier gerichte omstandigheden. En konijnen worden helaas ook in Nederland steeds vaker als proefdier gebruikt. Want een paar jaar terug waren dat er nog 4000 minder dan dat het er nu zijn. In 2019 waren het er dus meer dan 13.000. Goed nieuws, nou ja, misschien weten jullie dat al. In Nederland mag je geen konijnen fokken voor hun bont. Echter, we kunnen wel konijnenbont importeren uit andere landen. En dat wordt ook veelvuldig nog steeds gedaan, ook voor kleding bijvoorbeeld. En zo eens in de zoveel tijd dan worden er filmpjes online gedeeld over hoe die bontindustrie te werk gaat met konijnen. En dat is vreselijk. En dan zijn mensen er wel even alert op. Maar ja, dat moet ook wel blijven. En er worden natuurlijk ook wilde konijnen afgeschoten. En dit aantal, 73.810, ik had het uit een rapport van een jachtvereniging. Maar ik moet zeggen dat ik er niet precies in kon vinden wat hier allemaal onder viel. Dus ik weet niet of dat alleen plezierjacht is of ook bestrijding van konijnen waar overlast door wordt ervaren. Dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval ook weer een bijzonder hoog aantal. Oké. Nou, al die cijfers, het is wel even genoeg. Ik ga eventjes naar het konijn en de appel. Want ook een reden waarom het konijn goed te gebruiken is om zo'n lezing omheen te organiseren, is dat het een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is. En ik vroeg me af of er hier iemand in het publiek is die weet wat ik bedoel met het konijn en de appel. Het is een uitdrukking die wel eens gebruikt wordt door dierenbeschermers. Maar ik kan nu zelf trouwens ook de chat niet zien, dus het is misschien niet handig dat ik die vraag aan jullie stel. Ik weet niet of er iemand reageert. Dus ik ga het zelf voorzeggen. Het konijn en de appel is eigenlijk een manier waarop mensen wel eens uitleggen hoe dat nou zit. Ik ga het zo zeggen. Als je een kind vraagt, hier is een konijn, hier is een appel, welke van de twee wil je eten? Ja, geen enkel kind gaat dan zeggen, oh, dat konijn ziet er wel smakelijk uit. Ze denken, oh, wat een leuk konijntje, dan wil ik misschien wel aaien of ik wil gewoon naar het konijntje kijken. Maar je gaat de appel opeten. Eigenlijk is dat hoe mensen in al hun onschuld naar dieren kijken. Dieren zijn vrienden, dieren zijn leuk, voor dieren wil je zorgen. Dat is eigenlijk iets waar verder geen toelichting op nodig is. En dat is ook een reden waarom dat konijn nou juist zo tot de verbeelding spreekt. Alrighty. Wat heeft de Partij voor de Dieren al zoal gedaan voor konijnen? Nou, ik heb eventjes gewoon wat zitten speuren op de website van de partij. En wat ik dan vind is in eerste instantie wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Nou, je ziet hier op 63 nieuwsberichten waar konijnen in voorkwamen. In 71 bijdragen zijn ze genoemd. Er zijn 23 moties ingediend die met konijnen te maken hebben. En ik zag dat ongeveer een derde daarvan ook echt specifiek over konijnen gaat. En twee derde, daar is het konijn dan bijvoorbeeld één van de dieren waar het betrekking op heeft. Maar behoorlijk wat dus. En daarnaast hebben we natuurlijk nog fracties in gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en in Europa, waar ook nog allemaal iets gedaan wordt voor de dieren. Dus dat heb ik dan nog allemaal niet meegeteld. En als je googelt op Partij voor de Dieren en Konijnen, dan vind je geloof ik iets van 30.000 hits. Nou, dat is behoorlijk veel. Ik heb ook twee voorbeelden van successen die er dan bereikt kunnen worden voor de konijnen. En eentje die is uit het Europese parlement, waar in 2017 besloten werd dat konijnen niet meer langer in kale draadgazen kooien, mogen worden gehouden. Nou, en dat is iets waar onze Partij voor de Dieren, Europarlementariër Anja Hazekamp, heel hard voor gestreden heeft. En een ander succes, die is heel recent bereikt, dat is namelijk dat de meerderheid van de Tweede Kamer ervoor heeft gestemd dat er niet langer meer voor plezier mag worden gejaagd op de haas en het konijn.
Haas en konijn zijn sinds vorig jaar helaas in Nederland rode lijstsoorten. Dat wil zeggen dat ze richting bedreiging van het voortbestaan beginnen te komen. Dat is natuurlijk niet voor te stellen in een land als Nederland waar die dieren zo normaal als wat zijn. En jacht is daar niet zozeer de oorzaak van, maar het bejagen van dieren die toch al bedreigd zijn is natuurlijk iets waar wij erg op tegen zijn. En gelukkig kun je daar andere partijen ook wel in meekrijgen. Hoewel wij als Partij voor de Dieren van mening zijn dat er op geen enkel dier, of die nou wel of niet bedreigd is, gejaagd zou moeten worden. Oké, nou dan, plan B. Dat is dus het plan wat we in de Tweede Kamer de komende 4 jaar willen gaan verwezenlijken. En dan heb ik even gekeken hoe vaak het konijn daarin voorkomt. Ja, maar liefst 5 keer. Ik heb ook gekeken naar bijna alle andere verkiezingsprogramma's van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen. En ik kan je vertellen dat er nergens het woord konijn voorkomt. Behalve dan in de ene partij die als een afsplitsing van de Partij voor de Dieren is ontstaan. En de ChristenUnie gebruikt konijnenvoer als een rekenvoorbeeld voor btw-heffing. Waarom is dat nou relevant? Want je denkt bij jezelf, ja, een beetje flauw, waarom zou het konijn in een verkiezingsprogramma genoemd moeten worden? Het klinkt een beetje onbenullig wellicht, maar denk er eens als volgt over na. Wanneer wij het hebben over problemen die spelen bij mensen, dan benoemen we ook of het dingen zijn die specifiek op jongeren gericht zijn, of op ouderen, of op vrouwen, of op mensen met een interseksconditie, of mensen met een lichamelijke aandoening. Dit soort dingen benoemen we, want je neemt maatregelen die specifiek voor zo'n groep bedoeld zijn. En alles wat je doet voor dieren is natuurlijk ook niet te generaliseren naar alle dieren. Dus je neemt sommige maatregelen wel degelijk specifiek voor bijvoorbeeld konijnen. En je ziet er ook eenden en ganzen al genoemd worden. Nou, ik vind dat heel normaal om dat te benoemen, omdat je ook rekening houdt met de specifieke behoeften van die dieren. En als je kijkt dat van alle levende wezens op de aardbol mensen eigenlijk maar zo'n piepklein gedeelte zijn en de rest is dieren, dan is het heel logisch om die ook gewoon te benoemen in zo'n verkiezingsprogramma. Dus, dierenrechten in plan B. Ik ga per categorie een aantal voorbeelden noemen, zodat jullie een beetje feeling krijgen bij wat we nou graag willen voor de dieren. Als Partij voor de Dieren in de komende 4 jaar. En dan begin ik met de bio-industrie. Wat daarin staat, wat ik zelf heel mooi vond om te zien, was dat we regelrecht voor een verbod op de eenden- en konijnenhouderij pleiten. En de reden daarvoor is dat die dieren zo'n specifieke behoefte nodig hebben om levensomstandigheden die waar nooit aan voldaan kan worden in een grootschalige veehouderij, dat je gewoon eigenlijk het beste kunt zeggen, we stoppen daar volledig mee, hop, weg ermee. Ja, je kunt je dat bijvoorbeeld bij eenden ook wel voorstellen. Dat zijn dieren die normaal lekker in het water leven en een zandbad moeten kunnen nemen. En weet ik veel wat, voor vogels is de veehouderij ook ontzettend zwaar. En ja, voor konijnen geldt dat ook, die niet allemaal op elkaar gestouwd kunnen leven. Want het zijn dieren die hele complexe onderlinge relaties hebben, die veel bewegingsvrijheid nodig hebben. Dus een verbod op dierhouderijen. En wat betreft alle overige bio-industrie, voor de komende 4 jaar hebben wij het doel om het aantal landbouwdieren te laten krimpen met 75%. Dus dat wil niet zeggen dat dat ook ons uiteindelijke doel is, maar voor de komende 4 jaar is het doel krimp met 75%. En dat is natuurlijk niet alleen vanwege dierenwelzijn, het is ook om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen en het is ook voor onze eigen volksgezondheid en nog vele andere redenen. Wat we ook willen voor de stallen die er nog zullen zijn en die er nu zijn, willen we dat de brandveiligheid beter gewaarborgd wordt. Want je ziet ieder jaar weer, vooral in de zomer, dat er zoveel stalbranden plaatsvinden waarbij tienduizenden of misschien wel honderdduizenden dieren op een vreselijke manier om het leven komen. Daar moet echt iets tegen worden gedaan. We willen ook dat er eerlijk wordt gecommuniceerd over hoe dat vlees nou tot stand komt. Of alle dierlijke producten eigenlijk.
Dus dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld op de verpakking een QR-code ziet staan. En als je die scant, dan zie je hoe die dieren zijn gehouden. Maar je kunt ook rechtstreeks kijken naar beelden uit het slachthuis waar dat dier geslacht is. Nou, klinkt misschien niet heel aangenaam. Maar dat zorgt er wel voor dat mensen echt weten waar dat product nou vandaan komt. En dat product was ooit een levend wezen. En hoe heeft dat levende wezen nou geleefd? Dus we willen ook dat er beter gecontroleerd wordt in slachthuizen. En we willen dat die ook gesloten kunnen worden als er overtredingen plaatsvinden. Ik ga door naar het volgende onderwerp en dat is de jacht. Want de jacht zorgt ervoor, kijk, als je het gaat vergelijken met de bio-industrie, dan kun je zeggen, al die dieren op elkaar gepropt, dat is toch vreselijk. Als je dan een dier in het wild neerschiet en die opeet, is dat minder erg. Maar de werkelijkheid is dat hele families aan flarden worden geschoten, waardoor bijvoorbeeld dieren zonder moeder achterblijven. Vaak worden dieren aangeschoten en sterven niet meteen. En natuurlijk, überhaupt, wat geeft jou het recht om een wild dier neer te schieten? Dus wij zijn van mening dat wilde dieren niet gedood mogen worden tenzij ze echt lijden. En dat moet dan ook natuurlijk goed aangetoond worden. We willen dat die hele lijst van soorten waarop zo gejaagd mag worden, waaronder dus konijn en haas, dat die wordt afgeschaft. We willen dat dieren niet uitgezet kunnen worden voor de jacht. Want wat je nu, wat je in het verleden wel eens zag, dat bijvoorbeeld een dier, soms zelfs een exotische diersoort, in Nederland werd uitgezet, zodat mensen erop konden gaan jagen. En er zijn zelfs gevallen waarbij die dieren zich vervolgens heel rap hebben voortgeplant. En dan later als een plaag werden gezien en bejaagd werden weer om die reden. Ook willen we dat natuurgebieden met elkaar verbonden worden. En dan denk je misschien, wat heeft dat met de jacht te maken? Maar als dieren zelf zich beter kunnen verspreiden over natuurgebieden, dan is dat hele argument van populatiebeheer, wat vaak voor de jacht gebruikt wordt, dat wordt steeds minder relevant. Omdat dieren zich beter kunnen verspreiden, ze kunnen migreren naar andere natuurgebieden op een natuurlijke wijze. Ik heb er ook bij gezet versterkte dijkbewaking. En ik bedoel dat in de letterlijke zin van het woord. Want er zijn verschillende dieren die bijvoorbeeld kunnen graven in dijken. Wat het risico op overstromingen zou vergroten. Maar als je die dijken gewoon goed in de gaten houdt en goed verstevigt tegen graafschade, dan hoeft dat geen reden te zijn om dieren te doden. Ik ga over naar de bontindustrie. Nou, ik zei net al dat konijnen niet meer voor hun bont in Nederland mogen worden gefokt. Maar wij willen dat dat in heel Europa het geval wordt. En je kunt dat natuurlijk als Nederland verlobbyen. Dus dat willen we dat vanuit de Tweede Kamer ook vanuit het kabinet gaat worden gedaan. En we willen ook dat de import en de verkoop van bont, angora wol, maar ook dons wordt verboden. We willen dat er etiketten komen op producten waar bont of andere dierlijke huiden of veren in gebruikt worden. Zodat je kunt zien van waar komt dat vandaan, hoe hebben die dieren inderdaad geleefd. En dat geldt ook voor leer, want vaak wordt het leer over het hoofd gezien in de hele discussie over bont en veren. Maar leer is niet altijd een bijproduct uit de vleesindustrie. En sowieso wil je weten ook van dat product, hoe heeft dat dier geleefd? Waar komt het vandaan? Dus dat willen we zichtbaar maken. Dan vermaak met dieren. Nou, konijn hier als voorbeeld. Ja, is natuurlijk een ontzettend lief, vermakelijk diertje. Kinderen vinden het leuk om ermee te knuffelen. Vooral ouders vinden het leuk om aan hun kind een konijn te geven om mee te knuffelen. Maar er gebeuren verschillende dingen die echt niet fijn zijn voor de dieren zelf in de vermaakindustrie. En ik ga daar een paar voorbeelden van geven. En de eerste zijn de zogenaamde surplusdieren. Dat zijn dieren die eigenlijk gefokt worden om extra mensen naar een kinderboerderij of een dierentuin toe te trekken. Omdat er leuke jonge diertjes zijn om te bekijken. Die diertjes worden op een gegeven moment ook volwassen. En dan heb je dus eigenlijk op een gegeven moment overbodige dieren. Je hebt er te veel en die kun je dan ergens achteraf gaan wegstoppen. Of je kunt ze doodmaken of aan een andere dierentuin proberen te verkopen. Maar ja, de Partij voor de Dieren wil gewoon dat dieren niet om
die ene reden, namelijk dat ze dan een jaartje leuk zijn voor bezoekers van een dierentuin, worden gefokt. En dat ze sowieso, dat dieren sowieso de ruimte krijgen. Ook willen we dat het dolfinarium gesloten wordt. Want hoewel we daar misschien allemaal leuke jeugdherinneringen aan hebben, ik ook, is het eigenlijk gewoon een circus met dieren die ook gewoon pijn kunnen lijden en angst kunnen voelen. En sommige daarvan zijn zelfs bijzonder intelligent, zoals de dolfijnen. Daar moet gewoon een einde aan worden gebracht. Hetzelfde geldt ook, dat er betere welzijnseisen moeten komen. Dat geldt ook voor kinderboerderijen. Want je hebt vaak in kinderboerderijen bijvoorbeeld van die knuffelhoekjes, waar je dan dieren op schoot kunt pakken en kunt knuffelen. Terwijl dat prooidieren zijn die dus helemaal gestrest raken daarvan. En dat zul je niet altijd aan ze kunnen zien, maar het past gewoon niet bij die dieren om op die manier benaderd te worden. En je ziet ook dat er in kinderboerderijen gefokt wordt of dat ze in kleine kooitjes worden gehouden. Nou, dat moet ook echt veranderen. En dieren kunnen natuurlijk niet verhuurd worden. Ik las laatst over een, dat was nog voor corona trouwens, dat studenten de mogelijkheid kregen om met dieren te knuffelen, zodat ze een beetje konden ontstressen voor hun examen. Ja, daar zijn dieren natuurlijk niet voor bedoeld. Het zijn geen gebruiksvoorwerpen. Oké, dan ga ik over op de dierproeven. De Partij voor de Dieren wil dat er volledig met dierproeven wordt gestopt. En het is ook zo dat in de praktijk maar liefst 85% van de dierproeven echt volledig voor niks plaatsvindt. Want ze leiden tot resultaten waar we niets mee kunnen, omdat dieren en mensen biologisch te verschillend van elkaar zijn. En toch zijn dierproeven nog heel vaak verplicht. En daar moet echt een einde aan komen. Het budget wat nu wordt gebruikt voor dierproeven moet langzaam worden overgeheveld naar onderzoek om alternatieven te vinden voor dierproeven. En er zijn al hele veelbelovende alternatieven waar we op verder kunnen gaan. Ja, we willen ook dat er dus geen onderzoek meer wordt gedaan met apen. In Nederland zijn nog steeds centra waarin apen worden gehouden die voor dierproeven worden gebruikt. Daar moet echt een einde aan komen. Ik hoor trouwens iemand die zijn iPhone aan heeft staan. Mag ik niet meer? Oké, kijk, gelukt. Alright. Omwille van de tijd, ik zal hem proberen een beetje te versnellen. Het huisdier, konijn als huisdier en natuurlijk de andere huisdieren. Ik heb met konijnen, Stichting Konijnenbelangen een paar jaar geleden een rapport geschreven, Het konijn, een onbegrepen dier, waarin we beschreven wat er zoal misgaat met konijnen die worden gehouden als bijvoorbeeld huisdier of volmaakdier. Ik zou je zeker aanraden als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp om dat eens te lezen. Het staat gewoon op de homepage van Stichting Konijnenbelangen. Maar daar gaat Dennis dadelijk ook meer over vertellen. Dus ik zal het gras niet voor zijn voeten wegmaaien. Maar wat de Partij voor de Dieren graag wil, is dat er een positief lijst komt waarop staat welke dieren wel en niet of alleen onder bepaalde omstandigheden als huisdier mogen worden gehouden. En dat moet dan ook doorkomen voor dieren die geen zoogdieren zijn. Dus bijvoorbeeld reptielen, amfibieën. We willen dat er niet meer gefokt wordt op extreme kenmerken. En bij het konijn liet ik net al het voorbeeld zien van die Engelse hanger is dat geloof ik. Die echt super lange oren heeft waar die dan tijdens het lopen de hele tijd op gaat staan. Waardoor die gewoon niet kan leven zoals een konijn dat eigenlijk optimaal zou doen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor honden met veel te platte snuiten, waardoor ze altijd hoofdpijn hebben en niet goed kunnen ademen. Daar moet echt mee worden gestopt. We willen ook dat chippen van katten gestimuleerd wordt. Even namens Stichting Konijnenbelangen ga ik ook zeggen dat dat voor konijnen meer zou moeten gebeuren. Want konijnen zijn dieren die op grote schaal in het wild worden gedumpt of die ook gewoon weg kunnen lopen van huis. Ze komen heel vaak in konijnenopvangen terecht en dan weet men niet wie ooit hun eigenaar was. En als ze gechipt zijn, dan kun je dat wel nagaan. Verder willen we dat impulsaankopen worden voorkomen. Dus dat er bijvoorbeeld een bedenktijd komt. Dat er ook op minder plekken konijnen kunnen worden verkocht en huisdieren. Denk aan marktplaats. Er moeten echt geen dieren meer worden verkocht op marktplaats.
En we willen dat er minimumnormen worden gesteld aan hoe zo'n dier wordt gehouden. Dus hoeveel ruimte heeft dat dier nodig? Is het een dier wat je alleen kunt houden of wat je met meerdere dieren moet houden? Bijvoorbeeld een konijn is echt een gezelschapsdier, een groepsdier. Dus die moet je toch minstens met 2 jaar houden. Nou, dat soort standaarden vinden wij dat verplicht zouden moeten zijn. We vinden ook dat gemeenten een vergoeding moeten betalen voor zwerfdieren die worden opgevangen door een algemene of gespecialiseerde dierenopvang. Ze zijn er eigenlijk wettelijk ook toe verplicht, alleen vaak gebeurt dat in de praktijk niet. Dus daar moet verandering in komen. En we willen dat de huisdiersector meebetaalt aan die opvang. Want de huisdiersector die stimuleert dat dieren worden aangeschaft, vaak inderdaad in een impuls, en dan weer worden afgestaan. Waarna vaak op vrijwilligers draaiende opvangen de zorg voor die dieren moeten regelen. Dus daar moet die huisdiersector aan mee gaan betalen. En we willen ook dat konijnen worden, dat dieren, ik zeg dat het konijnen, maar ik bedoel alle dieren, worden meegenomen in bijvoorbeeld rampenplannen. Wat doe je als er een overstroming plaatsvindt? Wat gebeurt er dan met de dieren? Wanneer iemand moet vluchten voor geweld of als iemand ziek wordt, wat doe je dan met zijn huisdieren? De dierenpolitie zou weer uitgebreid moeten worden. Dus dat soort dingen staan ook hoog op onze agenda. Verder komen dieren ook in andere hoofdstukken meer op een indirecte manier voor. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een natuur die ten goede komt aan de biodiversiteit. En als je het dan specifiek hebt over konijnen, dan betekent dat dat je geen landbouwgif gebruikt, dat je kruidenrijk grasland hebt, zodat konijnen daar lekker kunnen eten en gewoon een goed leven kunnen leiden. Dan als laatste, ik zou nog vertellen wat het konijn nou te maken heeft met de huidige pandemie. Nou, niet zoveel met de huidige pandemie, maar de pandemie corona, net als veel andere virussen die op dit moment circuleren, is vanuit dieren gekomen en naar mensen overgedragen. En de kans zit erin dat dat op korte termijn nog een keer gaat gebeuren. En als we niet anders omgaan met de natuur en met dieren, dan kan dat steeds vaker gebeuren. En ik heb het even opgezocht. Er zijn al een aantal ziektes die door konijnen op mensen kunnen worden overgedragen. De meeste daarvan zijn nog niet ontzettend ernstig. Maar virussen kunnen altijd muteren. Er kunnen altijd nieuwe virussen bijkomen. Dus het is wel degelijk iets om alert op te zijn. En je hebt bijvoorbeeld de hazenpest, die ook door konijnen kan worden overgedragen. En die al in 2014 werd aangekondigd als een opkomende zoonose. Dus het is goed om ook gewoon onze eigen volksgezondheid in gedachten te houden. Als je het hebt over de omstandigheden waaronder dieren worden gehouden. En de manier waarop er met de natuur wordt omgegaan. Yes, en over zoonozen gesproken, er is vandaag een nieuwe website live gegaan en die heet www.elkestemtelt.com. Ik wil jullie vooral aanraden die even voor jezelf op te schrijven en dan na deze avond daar naartoe te gaan. Dan word je meteen duidelijk waarom ik je dat aanraad. En dan is mijn conclusie, het wordt tijd voor plan B. Ja, dat was de presentatie. Dankjewel, Cynthia. Er stromen wat vragen binnen. Ik schrijf ze op, zodat ze ook in de test Q&A meegenomen kunnen worden. Erg leuk. Dan gaan wij nu 10 minuutjes pauze houden. Even een plaspauze. En dan zie ik jullie terug om 20 over 8.